Nederland, een constitutionele, parlementaire democratie. Nederland is een rechtsstaat. Nou, wat betekent dat nou ook alweer? Het betekent dat in een rechtsstaat burgers worden beschermd tegen machtsmisbruik van de overheid. Dat noemen we grondrechten. In de grondwet staat bijvoorbeeld als artikel 1 het gelijkheidsbeginsel, zodat iedereen in Nederland gelijk is, godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting. En in een rechtsstaat zijn er sprake van onafhankelijke rechters. Je kunt dus een beslissing van de overheid aanvechten. Als we kijken naar een democratie, dan zie je dat je in de democratie als burger invloed uit kunt oefenen door te stemmen. Je hebt dus actief en passief kiesrecht. Als je eenmaal hebt gestemd, proberen politieke partijen samen te werken om een regering te vormen. En nogmaals, je hebt dus actief en passief kiesrecht, wat betekent dat je mag kiezen, maar je mag ook gekozen worden. De parlementaire democratie. Die begint altijd met verkiezingen. Die zijn vrij en geheim, wat betekent dat jij zelf mag weten wie je stemt en dat niemand jou kan verplichten om mee te delen op wie jij hebt gestemd. Er wordt dus geen controle uitgeoefend op wie jij stemt. Via die verkiezingen dragen wij macht en bevoegdheden als burger zijnde over naar politieke organen. Zoals de Rijksoverheid, met daarin de regering, de Eerste en de Tweede Kamer enzovoort, maar ook de gemeente, de provincie enzovoort. Die politieke organen die controleren elkaar dan weer en zijn uiteindelijk weer verantwoording schuldig aan de burgers. Een ander belangrijk kenmerk in een rechtsstaat is de scheiding van machten. Hoe zal het ook alweer? Ten eerste heb je de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Deze drie machten samen noem je de trias politica. De wetgevende macht bestaat uit de regering en de Staten-Generaal. De Staten-Generaal is dan weer de Eerste en de Tweede Kamer samen. De uitvoerende macht bestaat uit de regering en ambtenaren. En de rechterlijke macht bestaat uit onafhankelijke rechters.